Zo, en welkom bij mijn eindejaarsvideo, deze anonieme nieuwe grote BMW. En ik ga bellen met de hoofdredacteur zelf, Damian Hagen, om het eens over het afgelopen jaar te hebben. Als hij opneemt. Hey Roy, goedendag. Hey Damian, dag, goedemorgen. Hallo. Hoe gaat het? Ja, hier gaat het goed. Het is buiten koud en guur. En binnen ik rij een soort rijdende open haard lounge in een vergelijkbare stoel. Dus met mij is het vrij goed. Een rijdende open haard? Ja. Waar rij je in? Ik rij in een BMW iX, zeg maar zeggen de meest anonieme auto van 2021, maar niet helemaal. Ja. Nee. Nee, het is me een ding, hè? Ja. 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 Ja, over het uiterlijk is al veel gezegd. Ja. Maar wat vind je, kun je, nou je kunt wel in twee zinnen toch zeggen wat je van het uiterlijk vindt, nog maar eens een keer. Ja, het grote voordeel is, als je in de auto ziet, dan zie je zelf niet hoe die eruit ziet van buiten. Ja. Ja, en ik kan het via de telefoon ook niet zien, dus nee. Dat is misschien ook een voordeel. Nee. Maar ik heb wel hele goede verhalen gehoord over die auto. Ja, nee, daarom heb ik hem ook uitgezocht. Ik vind het evengoed een ontzettend goede auto. Hij is heel erg stil en heel erg comfortabel, maar ondertussen rijdt hij ook echt als een BMW als je hem op de sportstand zet. Dus de combinatie is goed. Ja. En het is eigenlijk ja, hun nieuwe vlaggenschip. Dus wat ooit de 7-serie was en wat bij Mercedes nu de EQS is, elektrisch, is bij BMW de iX. Ja. Dus die zijn voor een hogere auto gegaan. Dat is niet heel raar in deze tijd. En ook het interieur, ja, het is heel bijzonder. En ik rijd hem nu voor de tweede keer, want ik had een prototype gereden deze zomer. En ik denk nu eigenlijk, kijk, hij is boven mijn budget, zullen we maar zeggen. Maar het uiterlijk zou me niet uitmaken als ik in de markt zou zijn. Want ik vind hem zo goed, ik zou hem toch willen hebben. Ja, ja, ja. Als gezinsauto. Over hoeveel geld hebben we het eigenlijk ongeveer? Bij nou, ik rijd nu de instapper de 40. En zoals hier staat zit ik voor mij op iets van 115.000 euro. Dus het is voor niks, zullen we zeggen. Zo. En de 50 is dan nog een stukje sneller en uiteraard nog een stuk duurder. Maar het is gewoon, het is alles wat BMW technisch kan, zit in deze auto verwerkt. En misschien hadden ze geen weinig geld over voor design dan, zullen we maar zeggen. Hoewel, ik heb het idee dat is wel een oude mannenmening. Hè? Want hoe jonger mensen worden, hoe mooier ze die nieuwe BMW-neus vinden. Dus het zegt ook wat over ons misschien. Ja, misschien inderdaad heeft de nieuwe generatie een beetje andere, meer digitale smaak. Dan wij bijna oude mannen. Ja, dus belangrijk om de jeugdige mening erbij te blijven betrekken. Ja, en er komt bij dat het is een beetje een van de meest digitale auto's die ik dit jaar heb gereden. Ondanks het feit dat het BMW was. En dat maakt een mooie tegenstelling. Ja, met wat? Want wat is dan eigenlijk als je naar de andere kant gaat, wat is dan de meest analoge auto die je gereden hebt? Ja, dat is de Toyota GR86. Waar ik ook, moet ik zeggen, opnieuw een prototype van heb gereden. Want hij komt officieel pas in de lente van volgend jaar. Maar die GR86 is natuurlijk een voortzetting van de GT86. Ja, en meer analoog wordt het eigenlijk niet. Het voelde als een auto-introductie van 12 jaar geleden. Hij heeft een atmosferische 4-cilinder boksenmotor. Hij heeft een handbak, alles gaat naar de achterwielen. Ja. En het is een klein licht coupeetje en meer analoog wordt. Dat het nog bestaat in deze tijd, hè? Nee, ja, nou inderdaad. Ja, dat vind ik. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, hè, ja, als liefhebber zeg ik. Dat blijft toch wel fantastisch. Ik ben het helemaal met je eens als je zegt zo'n BMW, dat is hartstikke modern en gaaf en die zou ik willen hebben als het dan moet. Maar zo'n Toyota, dat is natuurlijk gewoon nog pure pret. Ja. En heb je ook nog zeg maar mooie, voor de terugblik op dit jaar, zeg maar echt in het topsegment een goede, iets wat blijft hangen voor dit jaar? Nou, als je het over analoog hebt, dan reed ik vlak voor die Toyota, was dat uit mijn hoofd, reed ik met eveneens iets heel analoogs en bijna ouderwets, maar dan op een goede manier. Dat was de Lamborghini Huracan STO, wat zo'n beetje de beste Lamborghini is die ik ooit gereden heb, qua rijplezier. Ja. Ook atmosferische motor nog, alles naar de achterwielen, wat bij Lamborghini vrij uniek is. Verschrikkelijk hardcore apparaat. Iets minder analoog dan Toyota, want hij heeft wel een automaat. Maar goed, dat heeft elke auto in dat segment tegenwoordig. En de Formule 1 auto's hebben het ook. En die rijden ook niet saai, zullen we maar zeggen. Gewoon de dubbele koppeling, razendsnel. En dat was wel even een belevenis hoor. Wat een beest is dat. Echt een van de meest lawaaiige auto's die ik ooit gereden heb. Je kan gewoon niet praten als je vol gas rijdt. Tenminste, het kan wel, maar niemand verstaat je passagier. En aan de buitenkant, zeg maar, als je een track day gaat rijden, word je waarschijnlijk na twee ronden weer eraf gegooid. Want dan heb je meteen alle geluidsnormen van het kalenderjaar heb je daarmee dan verbruikt. Ja. Het was in die zin nog leuker dan die Toyota, omdat ik zoveel gewelddadiger is en scherper. En die Toyota was net wat puurder nog door zijn handbak. Ja. Maar het voelde wel, iedere keer voelt het wel als de laatste keer dat ik misschien wel zoiets rijd. Hè? Want nog los van turboblokken wordt ook alles snel elektrisch, zeker in Nederland. Dus dat zijn dan leuke uitstapjes om er even aan te proeven. Ja.
Hey, en je zegt het woord uitstapjes. Het is natuurlijk 2021 was misschien niet helemaal het jaar is het qua uitstapjes geworden wat we gehoopt hadden dat het zou worden. Nee. Maar we konden een groot deel van het jaar gelukkig uiteindelijk toch nog wel op pad en op reis. Ja. Zonder dat je eigenlijk je schuldig moest voelen of dat je achterna gezeten werd. Ben jij nog lekker op pad geweest? Ja, het was wel wennen hoor. Want inderdaad, gedurende de lockdown waren we natuurlijk beperkt tot Nederland. En zeker in het topsegment qua rijden. Daarvoor is Nederland eigenlijk te klein. Hè? Als je met een beetje leuke sportwagen op pad wil en zo. Ja. Nederland is maar een klein land. En als we een mooie dag hebben, dan zijn die drie leuke wegen die we hebben in Nederland. Daar zijn ook alle fietsers en wandelaars. En geef ze ongelijk, hè? Die hebben ook recht op. Maar dat combineert niet altijd goed samen met een sportwagen die veel kabaal maakt, zeg maar. En dan is het fijn dat we naar de achterlanden kunnen, maar Duitsland of Zuid-België, waar het gewoon heel leeg is. En waar men, als zo'n auto rijdt, vinden de meeste mensen eigenlijk alleen maar leuk. En toen eindelijk de grenzen weer open gingen aan het begin van de zomer, kon ik op pad. En toen had ik net een mooie dubbeltest met twee open auto's. De AMG GTC en de Aston Martin Vantage Roadster. Ja. En dan ben ik naar Zuid-België gegaan en dat was echt een verademing. Want waar ik in de maanden daarvoor in Nederland nog wel eens inderdaad door boze buurtbewoners ben weggejaagd, zeg maar. Als je iets te vaak langs reed voor de video, was het daar op het eens heel leeg. Maar op het tweede, de paar mensen die je dan tegenkomt, die zijn alleen maar vol bewondering over die auto's. En dat voelt dan echt als een ander tijdperk. Hè? Die oude Waalse dorpjes waar je dan bij een verlaten pomp staat. Er komt een heel oud mager mannetje uit die over de mooie auto's die je rijdt vol bewondering vraagt hoeveel paardenkrachten erin zitten. Allemaal op zijn Frans. En mijn Frans is niet zo goed, maar dat komt dan nog net uit. En dan voel je je ook zo welkom daar. En dan een duim als je weer wegrijdt. En wat klinken ze mooi. En Nederland is toch wel heel snel met hooivorken en pek en veren uit het dorp worden verjaagd, zeg maar. Dus dat was weer denk ik, zo voelt het om echt van auto's te kunnen genieten. Ja, dus dat echt, is dan, echt een bijzonder verschil is dat wel. Hè? Tussen inderdaad Nederland en de direct omliggende landen. Dat en je bent is, er toch in 2,5, 3,5 uur ben je er. Hè? Je hoeft niet echt een dag lang in de auto te zitten. Dat zijn in Duitsland richting Eifel of Winterberg. In heel Wallonië heb je van die oude straatcircuits liggen. En dan vinden mensen het oprecht leuk dat je er bent. Dus, precies. En door corona dan komen wij nog uit de Randstad, hè? Dan is het verst. Wat zei je? De? Nou, wij komen uit de Randstad, dus dan is het nog het verst eigenlijk. Hè? Voor heel veel mensen zo is zeg maar, inderdaad de Ardennen of de Eifel is nog veel dichterbij. Ja. En het is echt een compleet andere wereld. Ja. Nee, dat klopt hoor. Ja. Hey, we zijn ook een groot deel van het jaar zijn we in het land gebleven. En ik kan me herinneren dat begin van het jaar viel er een heel groot pak sneeuw over het land heen. Ja. En werd ik op een dag gebeld door een van onze fotografen. Die zei, ik heb even je auto nodig, want ik ga met Roy foto's maken. En dus onder mijn auto wat winterbanden. Ja. En waarmee waren jullie ook alweer op pad? Want ik ben hem de hele dag kwijt geweest. Ja, en ik kreeg hem met 2,5 meter sneeuw ongeveer erop, kreeg ik hem terug. Ja, nee, dat was een mooie dag. Inderdaad, was redelijk onverwacht dat er zoveel sneeuw viel. Dat was echt code rood, hè, zeg maar. Ja, en zoveel testauto's staat ook niet meer op winterbanden. En die zijn terecht, want hoe vaak is dat nou nodig? En, maar onze duurtest CR Leon wel. Toen dacht ik, weet je wat, alles ligt toch plat. En ik zou ook een test doen met voor mij een Quattroporte die op zomerbanden stond. En toen hebben ik en de importeur gezamenlijk besloten van, laten we dat even niet doen als er een meter sneeuw ligt. Want er was ook nog die Trofeo met dik 500 pk op de achterwielen en zomerbanden. Ja, dat moet je even niet doen, hè, als het ijzelt. En toen dacht ik, dan had ik ineens niks te doen. Maar dacht ik, ik zit wel in de CR Leon duurtester met winterbanden. Waarom ga ik daarmee niet gewoon lekker de sneeuw in en eens kijken wat we kunnen doen? En de fotograaf had zelf geen winterbanden. Die heeft toen jouw leaseauto voor je deur weggejat, omdat jij wel winterbanden had. En toen hebben we echt, vond ik zelf, een hele mooie reportage gemaakt met die Leon. Ja. In heel winters Nederland, in de polder en op de Veluwe. En als je maar winterbanden hebt ook, hè, de wintersportmensen weten dat, dan kom je gewoon waar je zijn moet, als er veel sneeuw ligt. Ja, hoor. Maar we zagen een hoop mensen die dachten die dat niet, hoor. We hebben zoveel auto's vast zien staan op allerhande parkeerplaatsen en die aan uitgraven en die kwamen maar niet weg. En daarom zijn Nederlanders ook eigenwijs. Kijk, we hebben niet veel winterbanden nodig. Dus als je niet op wintersport gaat, zou ik ook zeggen, rij gewoon lekker door op je normale banden. Maar dan moet je natuurlijk wel, als het dan sneeuwt, moet je beseffen, dan kan je ze niet van huis. Maar er zijn de meeste Nederlanders, ik ga gewoon. En dan halverwege staan ze vast en dan komen ze niet meer weg. Ja, dat is het inderdaad precies. Weet je, je kunt heel prima zonder. Maar dan moet je inderdaad af en toe even je auto kunnen laten staan. Ja, die één of twee dagen per jaar, hè, zou je zeggen, blijft dan lekker thuis. Ja, dan, precies. Dat scheelt het. Ik heb eigenlijk nog één laatste vraag aan jou.
Want jij bent de enige Nederlandse journalist geweest die met Maserati MC20 hebt gereden. Dus ja, iedereen in onze wereld is natuurlijk schreeuwend jaloers. Hoe was het? Het was kort en het was heel nat. Ik had de pech dat toen ik was, viel het in Toscane met bakken uit de hemel. En daar heb ik wel kunnen ontdekken dat hij opvallend goed doet met zulk slecht weer. Want het is toch ook zo'n auto met 600 pk op de achterwielen. En wat me te binnen schoot toen ik wel met die auto onderweg was. Hij rijdt een beetje als een hele grote, krachtige Alpine A110. Dus het is heel anders dan een Ferrari. Het is ook een Italiaans supercar. Maar Ferrari's en Lamborghini's zijn veel explosiever. En deze auto is helemaal allround met een hele mooie lichte balans. Dat viel me vooral op. Maar het is een auto die door corona wel een beetje is ondergesneeuwd. De eerste eigenaar in Nederland is hem wel binnen, maar we hebben niet veel gezien. Maar ik zou er graag een keer mee op pad gaan, maar zeggen, op een mooie zomerdag in de Duitse Eifel. Ja. Om te kunnen vergelijken, want ik vind het wel een hele mooie auto. Ja. En ook wel gaaf dat Stellantis in al hun wijsheid gewoon toch een klein merk als Maserati nog zo'n supercar laat maken. Hè? Dat is toch wel... Dat had ook anders heel bijzondere techniek ook. Ja. Ja, het is voor mij de enige verbrandingsmotor op de openbare weg, zeg maar, die met voorkamerinjectie werkt. Hè? Zo'n Formule 1 verbrandingstechniek is dat, omdat het ook heel duur is. Ja, en, dat is toch te gek. Ja, en het feit dat nu ook Ferrari is eigenlijk losgetrokken natuurlijk van eens met de Fiat groep en nu dan van Stellantis als eigen BV. En daardoor mag Maserati nu weer meer supercars maken, want voorheen zaten ze anders Ferrari te veel onderweg natuurlijk. En nu hebben ze weer vrijheid en die MC20 is het eerste resultaat ervan. Dus, laten we vooral niet vergeten dat die auto nog is. En hij verdient vooral veel credits voor het alleen dat bestaan. Ja. Ja. Weet je wat? We zetten hem op het lijstje voor 2022. To-do-lijstje MC20. Ja, wacht wel tot de zomer, bij mij betreft. Ja, nou oké. Okay. Tot zover dit eindejaarsgesprek, denk ik. Dan ga ik Ja, dat denk ik ook wel. En dan kijk ik uit naar de volgende collega die terug gaat terugblikken op zijn jaar. Precies, ja. Nou, veel plezier in de IX. Komt goed, Damian. En we spreken elkaar volgend jaar. Ja, fijne feestdagen. Hoi. Oi, oi, oi.